Erik de Zwart. Jij bent ook niet de mol, maar ook weer een gewone kandidaat. Bedankt voor de 100 abonnees. Nee, gewoon echt serieus, bedankt. Bedankt kijkers, vrienden, collega's, familieleden en natuurlijk ook hatertjes. Want zonder jullie was ik nooit zo ver gekomen en had ik nooit de 100 abonnees kunnen bereiken. Want omdat jullie allemaal massaal de video's hebben geliked, gedeeld, gedisliked, ben ik gewoon puur groter geworden. En ook voor alle hatertjes die nu kijken, ja, het heeft geen zin om mijn video's te disliken, want je zorgt er juist voor dat ik hoger in de CEO-rankingen kom en dat ik juist meer word bekeken. Dus als je dan echt een hatertje bent, kijk mijn video gewoon dan niet en dislike ook gewoon niet, want dat heeft totaal geen zin, want ik word er juist groter door. Om nog eventjes terug te komen op deze aflevering en de vorige, zijn er twee schaduwen te zien. En kunnen we hier misschien de mol uithalen? Of niet? Want ook weer deze aflevering werd deze schaduw gezien. En vorige aflevering werd er ook al een schaduw gezien. Dus zou dit misschien de mol zijn? En zou het heel misschien een vrouwelijke mol zijn? Omdat dat het er heel vrouwelijk een beetje uitziet op deze foto. Of misschien kun je hier ook een man in zien. Maar ja. Zou dit misschien de mol zijn? De afleveringstitel voor deze aflevering is Voorbeeld. René staat in de leader voor een beeld. En de afleveringstitel is Voorbeeld. Dus zou dit een hele goede verwijzing zijn naar René Fokker als mol? Ja, wie weet. Lakshmi geeft twee keer het goede voorbeeld in de opdrachten. Titel Voorbeeld. Dus zou Lakshmi dan misschien de mol kunnen zijn? Opdracht 1. En opdracht 1 is om de tuin leiden. En in deze opdracht is er maar maximaal 2000 euro te verdienen voor in de pot. In deze opdracht is het de bedoeling dat de kandidaten in twee verschillende groepen door de tuin heen lopen. Eén groep in het pand en één groep door de tuin. En hierbij moeten ze verschillende kleine opdrachten vervullen, maar ook geheime opdrachten. En als de kandidaten twee geheime opdrachten goed zouden raden, zouden ze namelijk een joker kunnen verdienen voor iedereen in de groep. Waardoor ze dus één of twee vragen extra goed hadden bij de executie. Maar ja, hierbij was het Florentijn die voor het geld wou gaan en het was juist René die een verkeerd antwoord had gegeven over een geheime opdracht, waardoor de groep dus geld had gewonnen voor in de pot in plaats van jokers. Joshua leidt de kandidaten in de tuin. Of juist om de tuin. Florentijn laat uiteindelijk ook juist een anti-molle actie zien, want hij wil juist geld verdienen voor in de pot. En dat zou een mol niet 1, 2, 3 doen. Dus zou Florentijn dan niet de mol zijn en dan dus al afvallen van het lijstje? Ik kies voor het geld. Oh, Florentijn, ik hou van je. Opdracht 2. En opdracht 2 is de dans omspringen. En in deze opdracht is er maar maximaal 2000 euro te verdienen voor in de pot. Deze opdracht wordt gehouden in het Lucky Klooster. In deze opdracht is het de bedoeling dat de kandidaten door een klooster sluipen en zo heel voorzichtig jokers, geld en of andere troeven kunnen bemachtigen. Maar er is één obstakel, want er zijn namelijk dansende ballerina's met blinddoeken op. En zodra die je horen, gaan ze je proberen af te schieten. Wil je nou veilig de troeven, het geld of de joker pakken, dan zou ik maar
heel erg stil op je voetjes of sokjes lopen. Want ja, word je afgeschoten, dan lig je ook uit het spel en tellen je troeven ook niet meer mee. Zoals ook het geval was bij René, Erik, Marije en natuurlijk ook Joshua. Want Joshua had zelfs als enige die een joker had weten te bemachtigen. En toen werd hij afgeschoten, dus toen moest hij zijn troef laten liggen. Dus dit was dan een beetje opdracht 2, dus zo ging opdracht 2. Ze moesten ballerina's met laserpistolen moesten ze vermijden. En het was uiteindelijk Rocky en Lakshmi als enigste gelukt om in ieder geval troeven, geld of jokers weten te bemachtigen voor de groep. René doet hier misschien wel een opvallende molactie. Want ze zegt namelijk, de gele ballerina bewaart haar geld links. Dus ook wel de gele ballerina bewaart haar geld links. De gele ballerina bewaart haar geld in het midden. Terwijl dat eigenlijk de zwarte was. En daarbij zegt ze ook nog, de rode ballerina bewaart haar geld links. De gele ballerina bewaart haar geld links. De gele ballerina bewaart haar geld in het midden. De rode ballerina bewaart haar geld links. En het is Lakshmi die dit allemaal goed doorgeeft aan de kandidaten. De zwarte ballerina bewaart haar geld in het midden. En tenslotte is het René ook nog eens die het herhaalt. Het geld in de gele ballerina links ligt. Waardoor de andere kandidaten juist voor een ander kistje gaan. Zou dit dan een hele slimme en goede molactie zijn van René Fokker? Omdat de mol dat juist wilt verwarring veroorzaken in de groep. Iedereen werd uiteindelijk afgeschoten. Behalve Rocky en Lakshmi. Opdracht 3. En opdracht 3 is symbolisch bedrag. En in deze opdracht is er maar maximaal 2100 euro te verdienen voor in de pot. In deze opdracht is het de bedoeling dat de kandidaten over een veld met vrachtwagens gaan lopen, trucks, waarvan er elke keer maar 2 kandidaten zijn die per vrachtwagen een rondje moeten rijden, een heel hobbelig rondje. En zo moeten kijken wat nou de goede bordjes zijn en wat nou de foute bordjes zijn. Uiteindelijk hebben ze er, dacht ik, 6 goed gehad, maar ook 4 fout. Want de andere kandidaten hadden de 6 goed omgereden met de truc. En ze hadden de 4 fout omgereden met de truc, omdat andere kandidaten het weer verkeerd doorgaven. En waardoor dat dus weer fout ging. Ik bedoel dan die kandidaten die in die vrachtwagen zaten met die truc. En waardoor ze dus over het veld heen gingen rijden. Die rijden niet over dat veld met die kandidaten, maar over een ander veld dan met een Tsjechische man. Die als chauffeur reed. Twee mensen of die 2 kandidaten waren dan gescheiden van de groep en die moesten dat zo doorgeven. En dat was dan een beetje opdracht 3. Het pak wat Marije aan heeft lijkt sprekend op het logo van Wie is de Mol. Want kijk, als je deze 2 foto's naast elkaar zou zetten, dan lijkt dit echt sprekend op elkaar. Dus zou dit op voorbedachte raden gedaan zijn of niet? Ja, daar zullen we denk ik waarschijnlijk wel achterkomen in aflevering 10. Het pak van Splinter matcht met de kloosteropdracht. Zou Splinter dan dit expres hebben gedaan, omdat hij weet dat de kloosteropdracht daarvoor kwam? Ja, wie weet. Florentijn stuurt wel heel veel foto's door via de app, waarvan er zeker 2 dubbel zijn gemaakt. Door Joshua en René. En dan komen we nu uiteindelijk uit bij wie nou het meest verdacht wordt, het minst verdacht. En wie nou de afvaller natuurlijk is. En het meest verdacht na deze aflevering wordt nog altijd wel Joshua en Florentijn. En het minst verdacht na deze aflevering
wordt Lakshmi. Dus Lakshmi wordt op dit moment het minst verdacht. En de afvaller van deze aflevering was natuurlijk niemand minder dan Erik de Zwart. Dus Erik de Zwart is ook niet de mol van dit seizoen, maar ook weer een gewone kandidaat. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneren kan natuurlijk hieronder. En volg me ook op Facebook en op mijn tweede kanaal NickyGirl12. En vergeet ook niet om op dat rinkelende belletje te klikken. Want dan mis je geen enkele melding als ik de volgende keer weer een nieuwe video maak. En dan zeg ik hierbij, doei, tot de volgende keer. Bedankt voor de 100 abonnees. Tjus. Adios. Bye bye.